In zijn shows houdt het voor bekeken. Fileert hij alles wat er op tv passeert. Dus kan het niet anders dan dat hij ook een mening heeft over jou. Hier is Xander de Rijken. Eindelijk. Weet je hoe lang ik hier al zit? 7 uur is het al bezig. 7 uur zit ik hier te luisteren naar senioren die vertellen over vroeger. Als het nog 1 uur langer duurt, is het officieel een woonzorgcentrum, worden we gevaccineerd. Wat kan ik zeggen, Jacques? Talloze succesvolle zaalshows, tijdloze stukken comedy, een box-office hit, iconische televisieprogramma's en een inspiratie voor generaties van comedians. Maar genoeg over Urbanus. Ik ben hier om over Jacques te praten. Op de vreemdste avond aller tijden, met de raarste selectie van mensen aller tijden. Mijn lief stuurde amai, backstage met Geert Hoste, Urbanus en Jacques Vermeire. Hebben ze u tips gegeven over comedy? Ja, dat ik op tijd mijn prostaat moet laten controleren. Wat een selectie BV's ook. Margriet Hermans, Kurt van Eghem, Sien Eggers. Als er een bom op het gebouw valt, heeft Donate Riemaker weer werk. K3 is hier, de oude K3 is hier. Zelfs Jacques en een arts is hier, dat zijn darmoperatie heeft uitgevoerd. Ongelooflijk. Het is geleden van Jacques en een manager dat ik iemand ontmoet heb die zo diep in zijn gat gezeten heeft. Ik vroeg me eerst af waarom Steven Erwegen dit ding presenteerde. En toen realiseerde ik wie beter om de carrière van Jacques Vermeire aan elkaar te praten dan de presentator van de jaren Stillekes. Jacques, als we terugblikken op je successen, dan is er één ding duidelijk. Geen enkel ervan was na 2000. De kwaliteit van uw shows is zoals uw haarlijn. Achteruit beginnen gaan in de jaren 90, onbestaan in 2021. Jacques, zijn publiek is zo oud, als hij promo wil maken voor een zaalshow, gebruikt hij geen mailinglist, maar een rouwregister. Ik wou voor research nog een keer naar uw eerste zaalshows kijken. Ik ging naar de winkel en ik zeg tegen die mensen: hallo, ik ben op zoek naar de zaalshows van Jacques Vermeire en Luc Verschuren. Die mens zegt: sorry, maar we verkopen geen cassettes meer. Dus ik ging naar een rommelmarkt. Daar stond zo'n oude vent met een doos cassettes te leuren. Ik zeg: pardon meneer, ik ben op zoek naar de zaalshows van Jacques Vermeire en Luc Verschuren. Zegt die mens: ja, maar ik ben Luc Verschuren. Over vergeten sidekicks gesproken. Ruben van Gucht is ook een tijdje aangever geweest en daar is een akkefietje gebeurd. Dat ook in een rechtszaak is uitgedraaid. Hoe slecht zijn uw moppen eigenlijk, Jacques, als je een rechter moet overtuigen dat Ruben van Gucht ze niet geschreven heeft? Jacques is niet alleen een geweldige comedie, hij is ook een geweldige businessman. Ik heb daar respect voor. Jacques is zo'n goede businessman, heeft zijn 70ste verjaardag verkocht aan 3 verschillende zenders. Jacques, uw verjaardag is beter uitgezonden dan de begrafenis van koning Boudewijn. Geert Hoste is nu blij dat koning Boudewijn nog een keer genoemd is op 1 op zondagavond. Als het u blij maakt, Geert, doe ik nog een keer erachter. Jacques krijgt alles verkocht aan televisie. Zijn verjaardag, zijn zaalshows, zijn dochter. Ik kijk uit naar uw nieuwe show waar je met uw kinderen op tour gaat trouwens. Na typicus zoals Mon de Verzorger en Jacques de Visser is er nu ook Jacques de Nepotist. Topcomedian, rasacteur, Vlaamse superster. Allemaal woorden waar Jacques zichzelf mee zou beschrijven. En weet je, het is waar. Jacques, jij weet ook de enige reden dat ik hier sta vanavond is omdat hij dat gevraagd hebt. En uit respect voor u. Anders gebeurt dit niet. We hebben ook niks gemeen met elkaar. En ik zeg dat niet als een belering, je weet dat dat gewoon zo is. Ik ben niet opgegroeid met de kampioenen. Ik heb nooit naar de Drie Wijzen gekeken. Ik heb uw zaalshows nooit gezien. Ik doe geen typicus. Ik trek geen gekke bekken. Ik zing, ik dans niet. Dit is het dichtste dat ik bij K3 geraakt ben sinds 1999 in Puijenbroek-Wachtenbeke. Ik heb toen Kaarne Rondebroek gezien. Het was een warme zomer. Is dat lachen, Jacques? Ik durf niet kijken. Ja. Ik schrik van de Anthony. Maar ik heb wel respect voor u, je weet dat. We hebben elkaar 7 jaar geleden ontmoet in CC De Plomblom in Ninove. Toch wel de parel van de Denderstreek. En we hadden een podcast samen gedaan. En nadat ik u uitgelegd heb wat een podcast is, heb ik een man ontmoet met een liefde voor het podium. Liefde voor de fans. Tot 2 uur 's nachts selfies met iedereen aan het nemen die het wou. Ambiance voor, ambiance tijdens, ambiance na. Een levenslust en liefde voor het vak dat ik zelf bij een paar van mijn collega's nog nooit gezien heb.
Uw professionaliteit op het podium en daarnaast is benijdenswaardig. En daarom respecteer ik u, Jacques. Ik wens u een gelukkige verjaardag en ik hoop dat u er nog 70 bij krijgt. Dank u wel. Sander de Rijken.